voetballers zijn geen homo. Ik ook niet. Begrijp je? Wacht eens even, jij zat de hele tijd met Karif, man. Je hebt er helemaal geen aandacht gegeven, dat is het. Hoe zou dat nou komen? Thuis. Oké, blijf daar. Ik kom nu naar je toe. Van waar de paniek? Oh, nou. Ik ben niet echt relaxed. Nee, dat zal maar weer over Lars gaan. Vond je het niet? Lekker. En jij gaat naar Karif toe en je zegt, ik snap jou niet, leg uit. Nou, zo klinkt het allemaal wel erg simpel, hè? Wat is het ook? Maar met het risico dat ik hem enorm beledig met zijn cultuur en zo. Hij is een man van de wereld. Als jij tegen mij zegt dat Leeuwarden in Groningen ligt... Oh, dan word ik kwaad, hoor. Nee, dan doe je wat voorwerk. Youssef, die weet alles van moslims. Nou, Youssef, die is moslim. Precies. Als er een homofeest is in de QBF, dan gaat hij het liefst gewoon op zijn slaapkamer zitten met de deur op slot. Ja, omdat hij bang is voor wat hij niet kent. Jou kent hij wel en jij bent homo. Maar dat weet hij niet. Dat weet ik ook niet trouwens, hè? Ik wel. Natuurlijk, jij weet beter wat ik voel dan ik zelf. Ja, daar heb je vrienden voor. Is dat nou zo moeilijk om toe te geven? Ja, er valt helemaal niks toe te geven, oké? Ik vind hem leuk, ja, oké. Ik voel me goed als ik hem zie, ja. Je bent verliefd? Ja, op een man. Dat is toch gek? Wat moet ik daar nou mee? Moet ik nou opeens naar bed gaan met een man? Hoe moet dat dan? Oh, dat moet ik zeker aan Youssef gaan vragen. Nou, is hij maar aankomen, hoor. Ik weet het niet eens mee, maar ik vind het gewoon echt. Ik vind het gewoon echt een hele gekke toestand. Zal ik Youssef anders bellen? Nee, dat doe ik zelf. Ja, over 4 maanden. Nee. En dan vertel ik aan Sherina dat ik seks ga hebben met Lars. Oké? Zo doe je dat. Dan zegt Al Pacino, I know it was you, Fredo. En dan is Fredo plotseling weg, gewoon vermoord. Door zijn broer. Vet, hè? Hey, jongen, je gaat toch niet je eigen familie uit de weg? Hè? Dat vind ik echt belachelijk, hoor. Ja, maar als hij de eer van de familie aantast. Weet je wat er gebeurde toen Jelle Joustra werd betrapt... met het zoontje van burgemeester Fopperda? Betrapt? In de Hooiberg. Twee espresso en een kop verkeerd. We moeten het anders brengen. Ja? Iets eten misschien? Nee, dank je. Ja nou, wat deed ze dan met die homo's in jouw dorp? Nou, de ouders van Jelle die gingen praten met de burgemeester. Mm-hmm. En toen besloten ze dat ze het niet konden verbieden. Weet je, als ze Kano eenmaal leuk vinden, dan... Nou, wees maar blij dat jij dat dorp bent, met zo'n burgemeester. Nee, ik vond het wel oké, eigenlijk. Een man met een man, dat is ziek. Maar, ja, dat zeg jij. Nee, dat zegt Allah. Het is onrein, het is een zonde. Blauw ook. Ja, wat weet jij daar nou van, man? Je bloot niet eens. En je bent ook geen homo, je bent geen moslim, dus... Ik heb hier zo nog een afspraak. Ik zie jullie overmorgen bij het poker. Oké. Hey, Maus, met mij. Ik ben klaar met werk en ik wil je graag zien. Ja, dat dus. En dan zegt Michael, I know it was you, Fredo. En dan zegt Fredo, please, Michael, I am your brother. Deze gozer is echt slim, hè? Hij weet al die films. Hey, mag ik een biertje van? Hey, weet je wat ik bij Seeds in het dorp normaal vind?
dat de zoon van de burgemeester met de andere goos in de hooiberg krijgt. Elke cultuur is alles. Cultuur? Dat is geen cultuur, dat is gewoon vies, man. Hoe heet die burgemeester ook weer? Vakker of zo? Hé, hey, wat is Tommy opeens homo is? Wat is dat nou voor stomme opmerking? Stel. Tommy is geen homo. Ja, waarom niet? Omdat jij moslim bent? Omdat het een gezonde Hollandse jongen is. Nou goed. Jongens, kappen. Wij hebben ons geloof. Siets heeft het zijn. En wie er gelijk heeft, dat weet alleen Allah. Juist, jij begrijpt het, jongen. Kappies. Kappies, hè. Linda!